Wacht nou, want ik denk dat er nou geen lag is. Hoi YouTube! Hallo. Dit is de livestream van... welke dag is het? 4 juni! Random Encounter, hi! Nog een challenge op Ruby. Nou, ik weet niet. Ja, maar dat zou ik wel zeggen Omega Ruby. Ja, ja, of hij heeft op de Game Boy, dat kan ook. Nou, ik heb hem niet op de Game Boy. Ik heb alleen maar, Omega Ruby. Ik versta je niet, wat zeg je? Ik moet even nog hooi zeggen tegen YouTube. We zijn gewoon begonnen en ik heb al gezegd, hoi YouTube, het is 4 juni, maar meer heb ik niet gezegd. Welkom bij de livestream van 4 juni, alles gaat mis, hoi. Dus... titel van de stream, of titel van de YouTube video, alles gaat mis. Nou, ik moet wel bekennen, ik heb vandaag een videootje geüpload dat een beetje clickbait was. Ja. Een beetje. Ik bedoel, het was nog steeds de waarheid. Random shiny. De shiny hypno die we hadden gevonden. Ja, het is wel zo. Want ja, ik heb in de beschrijving heb ik netjes neergezet wat het dus eigenlijk was. Maar de titel was dus Random Shiny. Dus ja, dan zullen heel veel mensen misschien denken van... oh, in deze aflevering komt hij een Random Shiny tegen. Ja... en nee. En nee. Ja, hij komt de shiny tegen. Ja, hij is random. Maar niet een random encounter. Want het is namelijk de shiny Gyarados die geen Gyarados was. Ah, op die manier. Smikkeltje, ja, dat kan ook. Ik vond die van Robin leuker. Dankjewel. Maar Mr. 3U, ik zit er dan aan het denken. Dat doe ik ook nou namelijk. Ik focus op een bepaald soort type. Dus bijvoorbeeld in mijn geval vuur. En dan ga je daarmee lekker de Pokémon game spelen. Groot gelijk. Gewoon spelen op de manier die jij het fijnst vindt. Ja, dat moet je altijd doen. Anders is er geen reet aan. Nee. Want daar speel je op een manier die je gewoon hebt toegewezen en opeens van nee, dat lijkt me niks. En dan ga je zo spelen. Dat spreekt niet leuk. Dat is hetzelfde. Ik weet niet hoeveel vragen over Pokémon Moon en Sun. Of Sun en Moon, of hoe dat je het ook uit wil schelden. En ik zelf ben van mening. Ja, ik ben nieuwsgierig naar het spel. Nee, ik geef helemaal geen ene moer om de nieuwe Pokémon. Nee, jij gaat niet. Ik ga... jij gaat meteen voor de Eevees. Nee, nog niet eens. Ik ga mijn Eevees... de eieren ervan. De eieren. Ik hoor een echo bij jou trouwens. Ja, sorry, mijn fout. Doe er wat aan. Maar goed, ik ga dus mijn Eevees die ga ik overtreden de eieren. Dus niet dat het al Eevees zijn, gewoon de eieren. Over naar Sun and Moon. Daar ze uit laten komen. En dat is mijn team. Punt. Ik zie wel wanneer dat ik een Thunderstone, Firestone en weet ik niet wat voor steun krijg. Het is een manier. Screw the Gen 7 Pokémon, gewoon Eevees. Ja, precies. Misschien ontdek ik wel een nieuwe evolutie. Dat zou best natuurlijk zijn, zou die al lang aangekondigd zijn, maar... ja, dat wou ik net zeggen. Dat is sowieso wel de bedoeling. Nou, ja, eigenlijk wel, maar dadelijk doet Game Freak even van... haha, surprise. Zeep, nou, je telefoon! Ik denk ook dat alle... de maximale evolutiesessies van alle status, die worden ook sowieso al vrijgegeven voor de game überhaupt uit is. Oh, ja, trouwens jongens, heel eventjes hè. Beste kijkers, mag ik jullie heel eventjes erop wijzen dat jullie wel een beetje heel erg flauw zijn. Net op het moment dat ik aan het livestreamen was en een untitled story aan het doen was, of tenminste dat de bedoeling was, kwamen jullie aan van... hey Zeep, je bent de titel vergeten bij te werken, bla bla bla, die daar. En nu ben ik randomizer aan het doen en nou zeggen jullie niet... er staat nog steeds een untitled story, dus kun je dat even veranderen. Ja. Leuk! Nou, Pokémon. Fairy Tail. We denken en stiekem ook hopen dat er een Poison Type evolutie komt. Maar dat is maar een voorstel. Dus Game Freak, make it happen. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het sowieso eentje wordt. Ja. Ik hoop op zijn een mij nieuwe. Zou mij persoonlijk niet voor uitmaken, zolang er maar een nieuwe komt. Ja, dat heb ik ook. Nou oké, Twitch is bijgewerkt. De titel die klopt weer. Okay. En Twitch Alert wil nog steeds niet werken. En deze muziek die ga ik haten. Waarom mijn Pokémon trouwens gehield? Zeep je telefoon als reference naar Pokémon Crystal in de Let's Play. Mijn telefoon.
Welke evolutie ga je dan voor in Sun and Moon? Ja, wij hopen dat Poison. De Game Boy staat aan. Mooi. Ik bedoel je geluid. Bij mij niet, Zeep. Duimpje. Bug-type evolutie. Waarom Bug-type? We hebben al een Grass-type. Daar zou ik Bug-type een beetje te veel op lijken. Ja, heel veel en mensen... ik kan niet echt een leuk design bedenken voor een Bug-type. En Eevee is sowieso geen insect. Alle Bug-types zijn gebaseerd op insecten. Daarom. Dus. Maar goed, in ieder geval, iedereen is geheeld. Dat is allemaal goed. Oh, dit is zo goed voorbereid. Oh, ik zie jullie, jongens. Ik zie jullie. Ik ga het weer proberen. Voor de livestream. Doe je, Snickertje, doe je in de zin van een flying evolutie en een poison evolutie? Want een flying evolutie zie ik niet gebeuren. Vliegende worm. Welke Gen 7 game van jullie voor? Nou, ik ga voor allebei. Dat weet ik zeker. Ik ga sowieso voor Sun. Nou jongens, eindelijk hoor. Om exact dezelfde reden waarom Stefan Moon zou nemen. Meet Melon. Of Judy. Alles gaat fout vandaag. Kijk eens. Maar Stefan, vertel aan de beste kijkers, waarom heb jij jouw tweede konijntje Julie genoemd? Omdat ik dat een mooie naam vond. Die is zeker leuk. Ik had dat gezien op Facebook, maar ja, zeker mooi. En ze is naar de nieuwe Disney film vernoemd, dat konijn wat daarin zit. Dus. Wat een leuk beestje, joh. Oh, knip ook goed zo. Deze is dus absoluut die camera schuw. Nee, ik merk het. Hij knip ook het al dus. Ja. Oh, zo Snickertje. Nee, dan snap ik het. Nee, leuk beestje. Ja, ik denk, nou zie ik echt, dus nou kan ik het wel eventjes in beeld. Nee, deze is zeker niet camera schoen, hé. Nou, het grappige is, Melon voelt zich een stuk meer op de gemak. Die heeft steeds fijner, die heeft al niks te plekje om zo opgevonden. Ik doe het ook weer goed. Goed gedaan. Ach, de chat zegt van Alba Lee, fuck you. Oh. Jij bent ook nog steeds niet van Melon. Dat is tenminste een goede reactie die ik kan krijgen. Zeker. Kijk eens van, brrr, wat een vies zou... Ja, of ze beginnen over kerst, maar dan zitten ze hier niet goed. Nee. Oh, hij snapt. Ja. Hey, ik zeg niet dat ik het doe, hè? Dat doe ik niet. Nee, ik doe het ook niet. Ik eet gewoon lekker een kippetje, maar Tisha! Oké. A white Bunnelby appeared. Bunnelby? Nee, ik weet niet, is het niet eigenlijk een beetje meer een Bun Harry? Wat een lief paard. Het leuke is, de shiny Bunnelby is inderdaad exact dezelfde kleur. Ja. Die is wit. Grijs yep. Witte oren, ja, in plaats van bruine oren. Oké, dat wist ik niet. Oh ja, yeah, we moeten hier dat Team Rocket outfit gezever. Ik vond moeten we gaan wat... doen alsof dat we bij Team Rocket willen horen. Misschien krijgen we een Umbreon. Hey, dadelijk moeten we, komen we Erika tegen. Oh, je gaat hier moeilijk lopen doen. Screw dat! Ik bedoel serieus, als we hebben dus nou de kans om Team Rocket te joinen. En we hebben een Rocket Grunt gezien met Eevee. En we hebben een Rocket Grunt gezien met een Umbreon. Hi. Dus Wilco is ook live. Oh, gezellig. Heb ik niks van meegekregen, maar oké. Streamception. Wat is hij aan het doen? Zie hoe awesome ik eruit zie. Flareon, wat vind jij? Firepower is poking at garbage. Hey, super logisch. En Team Rocket Gun zegt zomaar tegen een wildvreemde... Hey, jij bent vast een nieuwe recruit. Ja, tuurlijk. Juist, dat bedoel ik. Als je een rocket pad draagt, draag hem achterstevoren. Ja, helemaal mee eens. Juist. Oh, en dan mag ik de stad niet verlaten. Nee. Ah, wat flauw! Ik denk bij mijn eigen van kom, laten we even als Rocket Grunt even naar die ene Rocket Grunt gaan en zijn Umbreon jatten. Ja, je mag jatten. Hoi. Ook al niet? Flauw. Ja, Jesse en James. Maar wat als je ook... nou een Pokémon zou hebben die fly can? Ik bedoel, dan vlieg je toch gewoon weg? Heb je dan nog steeds het rare pakje, Jan?
krijgt dan in één keer Elm die dan zegt van, nee, het is niet de tijd hiervoor. Nee, dat is ook in de game. Hallo. Ja, ik ben hartstikke nieuw. Ah, dankjewel. Hi. Goed. Oh, daar komt nu mee hoor. Hey, stop going in groups and drumming people, you cowards! Are you Sapi? What are you doing here? No way! You think you're strong now that you look like them? That's foolish, you shouldn't wear those things! Nee! Oké, Mume die kleedt mij uit. Trapping people, echt. Gay! En dan moeten we vechten. Waarom is deze sectie hier? Waarom is dit hier? Ik bedoel, als je toch al met hem moet battle, oké, Palito, dan gaan we niet Firepower tegen gebruiken. Ik vond het, om eerlijk te zijn, een van de saaie stukjes met tegen het team erop te vechten. Ja, dit is inderdaad mijn What the Bleep momentje van Pokémon Gold en Silver. Dit is een beetje mijn What the Bleep moment. Ja. Oh, gaan we nou hypnosis proberen? Hier, heb mesblad! Ik heb vandaag in de aflevering, of in de gisteren aflevering, ik weet niet meer welke aflevering dat was, bewezen dat het echt mesblad heette. En ik snap nog steeds niet, ik had vandaag een aflevering gezien. Ik snap nog steeds hoe dat het fysiek is. Maar goed. Ja. Ik kan het niet loslaten, nee. Het is ook zo, je schiet bladeren af vanaf een afstand. Je raakt tegenstander niet eens in die gang. Fysiek. Nee, het is alleen... Het klopt gewoon niet. Dan is Flamethrower ook eens een fysieke aanval, als je zo bekijkt. Ja, maar ik ging naar die Team Rocket baas, maar de Team Rocket baas die is er niet. Vergeet niet, dat is die machtige. Ik machtig, zou wat teruggebreken, vind ik op zich persoonlijk ook niet fysiek. Nee. Wat vind je niet fysiek? Earthquake, fysiek. Jawel, want dan pakt hij de Pokémon vast en smijt de Pokémon tegen de grond aan. Oh ja, als je echt bij de anime gaat kijken, maar als je echt gaat kijken waar die games gewoon de grond laten trillen. Ja. Ja, maar dat maakt toch fysiek contact? Ja, maar niet... Jij... Lichter hoe je het ziet. Maar, als we dan de anime gaan volgen, bij wijze van spreken, bij Mesblad, daar is het ook niet fysiek contact, dus... Dan zou je zeggen van Root, hè, dat het dan een fysiek is. Ja. Oh, wil jij nou ook weer gaan vechten, Mumee? Root is ook... Mumee, waarom ga je... Oké, dus je komt, haha, je bent geen... Team Rocket. Hoi. Mijn next test. Oh, je bent die safari dude die we gewoon vergeten, negeren en screw jou. Dan is het nog goed hè jongens. Nice. Ja, ik moet het in de gaten houden jongens. Bij een nieuwe konijn is het namelijk heel erg belangrijk dat je in de gaten houdt tot ze goed met elkaar door één deur kunnen. En dus niet gaan vechten met elkaar. Ga dan klagen bij Game Freak en de Pokémon Company als je vindt dat Mesblad een special attack moet zijn. Dat is het toch ook? Daar hoef ik niet over te klagen, dat is het gewoon. Geloof me, die mensen krijgen dagelijks al honderdduizenden mailtjes over. Ik wil zeker. En niet alleen over dat. Nee, ook honderden ideeën waarschijnlijk van dit moet veranderen, dat moet zus, dat moet zo. En doe deze Pokémon in of doe dit een evolutie krijgen. Ik waar is mijn Eevee-evolutie? Tekeningen insturen van mijn eigen. Maar ik eigenlijk niet snap, is Mach Punch. Waarom is Mach Punch sneller dan Quick Attack? Geen idee. Mach Punch gaat volgens mij altijd voor. Voor alles. Smoesjes! Game Freak, ik klagen bij je in verband met waarom is mijn Quick Attack niet sneller? Waarom kan Flareon geen Flame Wheel leren? Omdat dat niet kan. Nee, Mesblad is fysieke sterretje en fysiek oogje special. Ja, we zijn er al achter gekomen dat Mesblad fysiek is. Weet ik van waarom. Oh, en je batterij is bijna leeg. Ja. Oh, sorry. Batterij! Oh ja, en er zijn trouwens rennen Pokémon die de Rocket Crunch bij zich hebben. Maar ja, een Politoed en een Domphun. En een Inferno, dat vind ik niet echt zulke boeiende Pokémon te zeggen. Van, hé, kijk, wat een spannende Pokémon. Net zoals hier, Magmar. Ja, precies, Firebolt. Patra. Ja, dat zei ik toch? Eigenlijk nog 15%.
Ik ga pas opgaan. Nee, mogen ze houden, niet van mij. Hé, maat. Magmar! Alleen weer Pixelmon, Jan. Een flimbody. Dat zou zijn mooie vacht wegbranden. Weet je niet waardoor Flareon niet Flame Wheel kan leren? Nou... Hij kan Flare Blitz, maar geen Flame Wheel. En in Flare Blitz sta je helemaal in de fik. Wat je echt totaal episch zou kunnen zijn. Ja. Fossa! Boom! Oh, deze heeft 5 Pokémon. Dit kan nog interessant gaan worden ook. Livion! Mesblad! Dat klinkt gewoon echt niet in het Nederland. Nederlands verpest in 9 van 10 keer ook alles. Ja, waterpistool. Hydropomp! Dat klinkt of een stukje beter, maar staat alsnog nergens op. Gliscor, dat is toch een Dark Steel type? Sorry? Even wacht, ik pak even mijn Pokédex erbij. Ja, nou heeft hij hem, ja. Ja, nou wel. Heb je ook zo'n irritante stem die precies vertelt hoe het zit? Nee, die moet ik niet editen. Maar ja, vergeet niet jongens, ik heb hem eindelijk binnen en die wou ik jullie dus ook laten zien. Eindelijk mijn Pokédex van de eerste generatie. Die is dus ook eindelijk binnengekomen voor de Pokémon Trainer events. Als ik als Pokémon Trainer ben. Maar Gliscor staat hier niet in. Ik denk dat hij Steel Bug is, om even te zijn. Flying in Ground Type. Oh, dat kan ook. Als hij Flying Ground Type is, dan denk ik dat... Aquarium heel goed zou zijn. Lijkt mij ook. Echt met zo'n stem waarvan je denkt, is echt alleen een stem wat een Pokédex kan hebben. Dat is echt een heel slecht stemmetje op een Pokédex. Ik zou meteen uit de club proberen te zoeken. Dat ding heel ver weggooien. Gliscor, de grondvlieg-Pokémon. Gliscor is een irritante Pokémon van Team Rocket. Hij is gerandomized, dus hij lijkt niet helemaal van Team Rocket. It's super effective! Dus je had gelijk. Waarom gebruik ik hier god... Waarom heb ik... Oh, nou heb je Roselia! Oké, okay, Firepower, kom maar terug. Een Kuda of HVK. Waardeloos. Pocket Tournament, ik vind hem waardeloos. Kunnen spelen als Eevee. Ja, ik vind hem sowieso niet zo leuk. Waarom weer die stomme stinkspoor? Dat kan. Denk je dat ik soms oneindige full heals heb of zo? Oké, nou ben je gewoon sneu. Je hebt een unknown. Wauw. Dat is gewoon sneu. Welke vorm? Dat zie jij zo. Ja. En natuurlijk ben ik Paralyzed, kan ik niet gebeuren. Oké, Hidden Power. Wat een verrassing. Is het de letter? Of is het een cijfer? Of is het een uitroepteken? Het is... Ah. Oh. Het is onbekend. Nee, na. Nou. Nee, het is gewoon onbekend. Oh, is Missing No. Ja, dat zou eigenlijk een perfecte unknown zijn, Missing No. Oké, ik ga zelf even kijken, heb ik wel full heals of iets? Want ik weet dat ik ze nou zou kunnen kopen. Maar volgens mij heb ik helemaal niks. Ik heb geen potions. Oké, wij gaan heel eventjes terug naar het Pokémon Center. En dan heel eventjes naar die grote winkel. Om eventjes wat lemonades in te slaan en wat full heals. Tot zo. Livion, gebruik je gooiblaadjes, die papiersneetjes, ik weet. En knijp een citroen uit! Citroen. Nou, ik moet wel zeggen, Judy die gebruikt heel erg vaak Charm. Ja. Ik heb heel vaak gewoon tot ik echt eventjes bezig was en dan kijk ik die hoek in en dan... No! Is het niet zwaar om te streamen en op te nemen tegelijkertijd? Nee joh, dat... gaat automatisch, het is een livestream, dus gaan we dat iets knippen. Heel soms edit ik er grapjes in, maar dat is echt zeldzaam. Ja, zeker bij een livestream, ja. Het is echt meer, net zoals gisteren, dat als ik echt niks heb dat ik kan uploaden of dat ik even geen tijd heb om te bewerken. Dit is heel snel te bewerken, dus...
Ja, dan heb je toch heel snel toch een video. Wie is deze Pokémon? Het is... Dikke BMW! Dikke BMW! Wauw! Die heb je... Die heb je al een keer gezien, of niet? Ja, die heb ik al een keer gezien. Nou, hallootjes! Hi Triangleman! Fireball, jij gebruikt OBS? Ik gebruik OBS. Nou, dan kan je mee streamen en opnemen tegelijkertijd. Dus dat is dan geen probleem. Nee. No! Sorry. Ja, ik moet het in de gaten houden. Ik kan niks aan doen. Oké. Okay. Ik zit op de goeie? Ja. Ik bedoel, ik hoef geen TM's of zo te kopen, want echt handige TM's die zijn er nog niet voor. Ja, Return misschien, maar ik weet niet of je die hier kon kopen. Weet je ook wat zeldzaam is in deze Pokémon Soul Silver Randomizer? Magikarp! Die zijn we nog steeds niet tegengekomen. Ook dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik weet niet, is TM Return, is die te kopen hier? Normaal gesproken wel, geloof ik. Denk ik, hè? Weet ik niet zeker. Want Return die zou eigenlijk heel erg handig zijn voor Flareon. Ja. Het is een fysieke aanval en het doet meer schade als je als eerste geraakt bent. Shit, ik wou geen water. Nu heb je water. Water is gezond. Ja, maar ik wil limonade voor mijn Pokémon. Ja, maar fris dank een potje. Dik van ja, suiker. Nee, dat is sodapop. Ik wil limonade. Dat is gewoon siroop met ik weet niet hoeveel water. Oh, dat is gewoon oranje. Ja, tenminste, dat zien wij als lemonade. Limonade. Oranje. Ja, maar Fibes is slechter voor je tanden dan Magikarp. Nee. Magikarp is slechter voor je tanden. Magikarp kun je ineens doorbijten. En Fibes is een ander verhaal. Leroy is er nog niet bij, dus we kunnen nog steeds erover roddelen. Ja. En we praten alleen maar goed over Magikarp. Dat ook een waardeloze Pokémon is. Maar... Ach, Erik is er nu toch niet bij. Nee, maar die kan dit terugzien op YouTube. Ja, maar Leroy ook. Wat is mijn favoriete drinken? IJsthee. Mijn fles is weg. Nee, ik heb geen IJsthee. Ik heb... Crystal Clear, maar dan het goedkope merk van Jumbo. Cheapskate, ik weet het. En dan Cherry Flavor. Geld is zeldzaam, you know. Je moet er hard voor werken. Ja, wordt helemaal erg. Ja. Oké, wat is TM62? Ja, precies. Oh, ik heb een timerbal gekregen, maar ik wil die TM hebben. Wat is TM62? Is het het waard? Even kijken, TM62, dat is zilverwind. Is het niet waard? Nee, ik heb weer een timerbal. Twee timerballs voor 300 is niet, of voor 600 is niet duur. Nee, maar normaal koop je hem voor 1000. Koffie is niet mijn favoriete drinken. Het is fijn inderdaad om het te hebben als ik inderdaad heel erg vermoeiend ben of een hele zware dag voor mijn rug heb. Maar voor de rest heb ik zoiets van... Nee... TM70, dat is Flash. Evade all the attacks, rises in the third and succession. Huh? We waren hier al voor, Mr. Trio. A restraining attack that prevents the foe from fainting, the target is left. Dat is False Swipe. Magikarp. Dat is Secret Power. A wonderful wall of light is put to suppress damage from special attacks. Dat is Barrier of... Nee, wacht. Ja, dat is Barrier volgens mij. Of Lightscreen. Een van die light twee. Lightscreen is special. Ja, Lightscreen is special en Barrier was physical. Ja. Enfin, al die twee die staan hier. En dan hebben we hier de Solar Beam. Dit is... Volgens mij Earthquake. Stefan, ik moet even iemand time-outen. Hij zei dat hij van Fibes houdt. Ja, dan hoef je niet te time-outen. Zo streng zijn we niet. Nee, dat weet ik ook wel, was het als geintje bedoeld. Nee. Waarom respecteer je allemaal mening niet? Moddingen die gaan wij niet als geintje doen, hè. Dus even kijken. Ik ben even aan het kijken of we Return kunnen vinden.
Dit is volgens mij Fire Blast. Attack with an intense blast of all-consuming fire. Dus definitely Fire Blast. Ik weet niet, Flareon die kan flamethrower leren. Die leert volgens mij ook Fire Blast. Ja, die leert dat ook. Wicked Thunderbolt. Thunderbolt! Jolteon! Hebben we al een Jolteon? Nee. Willen we die? Ja. Dus Thunderbolt, we kopen alvast een TM. Return is trouwens TM27. Oh. We waren hier trouwens al voor Mr. Trio. Die verkopen ze hier niet. Nee. Dat is je eigen mening, Triangle Man. Maar wij vinden Fearbest niet beter als Magikarp. Schuimen kan je wel vinden in de Department Store, Stefan. In Goldenrod of in Celadon. Ja, maar alle items zijn randomized. Oh, hier ook nog, oké. Okay. Dus dan items die je kunt kopen, ja. Die kunnen we inderdaad wel vinden. Maar items die we vinden... Dat is random. Nee, ik bedoel, je kan hem kopen in de Department Store. Oh, waar? In de Goldenrod Department en de Celadon Department. Maar daar zijn we net langs geweest. Dat was in de aftergame. Hij is er wel. Moet wel. Och, wat een graafkastje zo achterom. Oh. Maar er stond geen TM24 of 27, 26, weet ik veel. 27, het is hem wel. Nou, Luigi, zo erg is dat ook weer niet. Snap dat nou eens, Triangle is gewoon fan van Leroy. Objection? Nee, TM27 staat niet op de kaart. Smikkeltje, kom een battle doen dan, at Triangle Man, send out, nee. Smikkeltje, send out, Magikarp, nee, doet splash, Magikarp doet splash. 3,5 uur later, graag zullen we gaan, zullen we gaan? Nou, volgens mij gaan ze dan struggelen en dan zal Magikarp winnen. Ja, als het regent zeker. Swift Whip. Ja, ik zit eventjes gewoon zo lekker in de chat te kijken dus. Oh, hi! Ja, je hebt een cadeautje voor me. Een Hyper Potion, wat leuk! Hi, die heeft mam van mijn eigen geld gekocht. Jongens, niet zoveel graven. Hey, we hebben 13 mensen die kijken. Oh, Stefan, Return is trouwens alleen te krijgen in Goldenrod Department Store, maar alleen op een zondag. Morgen stream confirm. Grapje, grapje. Speciaal voor Return. Ja, doen we. Nee, ik weet niet zeker, voordat ik iets zeg. Ik bedoel, ik heb morgen sowieso tot ik... ik moet morgen Twilight Princess, die moet opgenomen worden. Of ik er genoeg thumbnails voor heb, dat is nog een vraagteken. Daar moet ik nog heel eventjes naar kijken. Daarvoor moeten we bij niks zijn. Ja, maar ik moet ook sowieso kijken hoe dat ik met opnames en alles zit. Want ja, AnimeCon is een van de grootste cons waar ik per jaar naartoe ga. En er zit heel veel voorbereiding aan, dus... Sowieso kan ik al zeggen, vrijdag, zaterdag en zondag zullen er dus geen livestreams zijn. Of waarschijnlijk video's, misschien dat ik een video kan inplannen. Ik durf niks te zeggen, want ik moet ook gewoon maandag tot en met donderdag gewoon werken. Dus... Stress. Dat gaat niet lukken, Luigi, dat je mij en Erwin ook nog ziet. Ziet? Ja, als in de zin van de scan. Oh ja, dan zou ik via Skype en weer een screen erbij moeten pleuren. En die ken ik hier nergens kwijt. Nee, daarom. Ja, meerdere facecams. Is leuk, maar weinig plek voor. Nou, nee, het kan wel, maar ja, ik heb er geen ruimte voor. Of ik zou de pokeball weg moeten halen. Nee, dat doen we niet. Wat gaat niet gebeuren? Oh, ik ben zo desoriënteerd. Ik ben zo de weg kwijt. Hey, Meertje, leuk dat je bent. Nee hoor, je hebt niks gemist. Alleen maar 300 Magikarps. Maar waar? Waar zit nou die radio? Ik ben echt helemaal verdwaald. Radio hier. Die was linksboven. Ja, ik ben er al. Ja, wij hebben dus een delay. Ik moet heel even wat erin pakken, jongens. Geef me even een seconde. Het is warm. It's so hot. Dat wil je zien, hè? Nou, ik heb niet een voorbeeld, kom op. Nee. De GS-bal, ja.
al was. Wat nou GS-bal? Dat is toch duidelijk een EV-bal? Wat vinden jullie de lelijkste Pokémon? Feebas? Nee. Ik wel. Steven, dat is op zich wel een leuk projectje van mij, nu u het zegt, EV-bal. Ik ben op zich bezig om één te maken. Ja, en gewoon zo'n goud-zilveren bal in plaats van de huidige GS-bal erin te schrijven. Gewoon de letter E en B. Nee, nee, gewoon echt met verven op een eigen manier. Maar ik heb wel zo'n... weet je nog die Pocket Watch die Leroy had voor zijn Ace Attorney? Ja. Zo heb je er dus ook eentje met zo'n Eevee erop. Zo'n ketting. Oké. Maar dan zit ik eventjes te denken. De lelijkste Pokémon die ik ooit heb gezien... Dat. Nee, dat, die vuilniszak. Jij kan echt gedachten lezen, dat is exact hetgeen wat ik ook had. Ja. Is ook weer iets van trash, nog iets. Trubbish. Trubbish, ja. Dat Trubbish. Gedrocht. Vooral die evolutie ervan. Yo. Wat? Meertje, ik geloof me, het begin... Dat te denken. In het begin, je hebt niks gemist, in het begin. Serieus. Het begin, alles ging fout. Bidoof ging eigenlijk best wel... Ja. Een goede HM's leveren dit. Ik even kijken of mijn twee katten elkaar niet aanvallen, want het is hetzelfde verhaal bij jou zeven met Mel en jullie. Ik ben zo terug. Nee, totaal niet Trajan met Magikarpers. Oh, hun zijn nog steeds daarmee bezig. Ja, Trubbish, daar ja. Spearow! Ja. Ah, die kent Flareon. Ik bedoel Firepower heel goed aan. Ja, klopt ja. Dat Garbodor de evolutie is. Ja, ik ben best wel goed bekend met de Generation 5, dus ik weet dat ook wel. Ben ik geweldig, graag Luigi. Tuurlijk! Ben je gefollowed? Ja, dan ben je geweldig. Nou, het nadeel is, Twitch Alerts doet het niet. Dus vandaar dat we geen donatiebalk hebben. En alert op het moment. Twitch Alerts doet het! Ja! Hold up! Oh, die zit ik ga het gelijk fixen, jongens. Mam, ik ben Twitch Alert aan het fixen. Stop nou eens met bellen. Dankjewel, ik heb echt knapperen te maken. Ik heb al een paar van die schuimballen die liggen. Als jij dat kan maken, dan is het echt gewoon goed. Maar ik heb er iets van vier liggen hier, die ik zelf gemaakt heb. Oh, nice. Niet echt zelf gemaakt, maar zo goed mogelijk nagemaakt. Ja, jongens, eventjes flink even door blijven praten. Dan kan ik heel eventjes Twitch Alerts eventjes starten. Ja, is goed. Maar ja, het is dat wij nou niet kunnen laten zien hoe het eruit ziet, maar het is... wit-bruinig-achtig. En dan in een soort van vlamvorm. Ik zou me zo zeggen, zoals je nou ziet op het scherm zelf, de Eevee onderaan. Een pokebal, die ken je. Nou, het vacht op de borst van de Eevee is dus een beetje wit-beige-achtig. En dat is zo gezegd de hele bal. Alleen dat ja. Op de bovenkant heb je dan het bruine vacht van de Eevee. Nee, is een beetje... telefoon. Wat zei je? Nee, dat was mijn telefoon, sorry. Oh, ik hoor hem niet eens. Ja, dus sorry, ja, het is die gewoon een pokeball met de mix van die twee kleuren dus. Die ga ik wel proberen na te maken. Oké. Okay. En misschien als je goed bevalt bij Steven, maak ik er zelf nog eentje voor hem. Even kijken, doet hij het ook? Ja, we ja zien follow alerts doet het weer! Nee. Ik heb mezelf gefollowed. Nee, natuurlijk niet. Echt. Dat was gewoon eventjes een test-shotje wat even nodig was. Oké, we gaan verder. Altijd weer, broeder. Ik heb jouw geld uitgegeven om troep te kopen die je nu wil. Veel plezier ermee. Hé, wat? Oh ja, ik heb jou uitgegeven om troep te kopen die je niet wil. Hier, heb een hoed. Doet. Ah, dat is ben ik weer wat niks aan de hand. Ze lagen heel lief naast elkaar op de bank te slapen. Ah, dat is lief. Nou, dat is dus het nadeel van mij, omdat ja, ze zijn dus nou in het hok en tot nu toe is alles goed gegaan. Maar ik ben bang dat jullie na een tijdje echt zoiets hebben van... En nou ben ik klaar met het achterna zitten de hele tijd. Dus ik moet het vannacht ook in de gaten gaan houden. Dus dan wordt voor mij inderdaad op de bank slapen vannacht. Arme ik. Ja, of ik zou ze apart moeten gaan zetten, maar dat hoeft ook niet. Hi!
ben aan het livestreamen. Ik weet het. Het ziet er heel gek uit voor jou, want jij snapt niet wat er gaande is. Hi. Robin, deze gaat super moeilijk worden, maar deze lijkt me echt vet om te maken. Alweer? Ja, hier is zeker... Oh, dat is Sylveon. Een rocket... Sylveon, ja. Een rocket... Ja. Hi, jongens. Hi. Een rocket grunt die weer een Mewtwo heeft. Mewtwo. Ik zie je. Oh my god, kom, ja. Komt net in het scherm terecht. Ja. Maar als je die gaat maken, Erwin, dat is nice. Nou, ik weet niet of die goed komt, maar... Hey. Ik zou de chat graag willen laten zien, maar volgens mij kan je hier geen plaatjes laten zien in de chat of zo. Nee. Oh, jij bent beest. Ja, alleen links, maar dat gaat dan niet. Ja, of je moet Gijzo, dan kun je gewoon even de link van Gijzo. Ja, volgens mij heb jij ook moderator-status, toch? Nee, Erwin niet. Ik niet, nee. Dat is zo geregeld. Nou, dan doen we dat even, hè. Promotie! Ja, we zaten te denken misschien dat we een Terraria zouden live kunnen streamen, maar het probleem was, ja, ik had het probleem zoveel te regelen nog voor AnimeCon, dus het zat er helaas niet in. Erwin, deze was ook een chat. Nee, we zijn Mewtwo al tegengekomen, Smikkeltje. Nog niet. Nee, ik even kijken, hoe doe je dat? Nee, dat moet ik doen. Oh, dat moet jij doen. Ja, kom, iedereen testen. Dan. Nou, nog een keertje. Nou, het duurt een seconde. Bite? Hel ja! Dat is zeker een handige voor Flareon. Zeker. Want dat is ook een fysieke aanval. Ik ben er nog steeds wel... Tangrowth. Oh ja, dat is die... Evolutie van de Tangela. Ja, Bite sowieso. Ja. Triangle Man, we zijn de legendarische account al heel lang voorbij. Die weet helemaal niet meer wat het was. Plus, Mewtwo zijn we al tegengekomen, dus die hebben we al gecount. Waarschijnlijk is Erwin nou moderator. Zal ik maar even weer een testje gooien? Doe het nog niet. Nee, geen poison power! Wel? Voor mij heb je een zwaardje. Oh, ik ben mij niet, dus dat zou wel. Je hebt een zwaardje. Oh, zeg. Oké, goed zo is. Even kussen die flesje. Ik wist een hele boeiende apotheek van mijn huis. En ik heb mijn computervolume op 100 staan en het geluid van buiten komt er overheen. Heb je altijd mijn feestjes? Voor al uw feesten en partijen. Ga naar www.feestenpartijen.nl. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website. Zelfde place wil ik eens niet aansprakelijk voor het een en ander. Ik wil ook zwart. Ja. Nee! Volgens de regels mag jij niet vragen om moderatorschap. BAM! Nee. Heel tof. Je zegt zelf niet spot over de moderators. Nou, wat doe je zelf? Ik spot er niet over. Hij breekt de regel. Oké, okay, time-out. Nee. Nee. Houd op een vriendelijke... Give me a sword so I can eat feedback. Paralyze. Paralyze vind ik de irritantste. Dan stel ik me weg. Ik persoonlijk confusie. Wat is de irritantste status effect? Ik zei al, Paralyze. Oh, ik vind Frozen. Nou, Frozen was een beetje overpowered in generatie 1, maar later valt dat op zich wel mee. Is het een beetje hetzelfde geworden als Sleep? Ja. Mentaik? Oh ja, dat is die pre-evolutie van Mentaik. Hallo Leafeon, je mag weer shinen. Leafeon. Ja, ik ben blij dat Twitch alerts het weer doet, jongens. Het is weer een normale livestream, alsof dat er niks fout is gegaan. En er is ook niks fout gegaan. Ja. Hoe komen jullie erbij dat er dingen fout zijn gegaan? Waarom heb ik mijn Pokémon-pakje niet aan? Omdat ik er geen zin in heb. Is het te warm? Ik had het te druk. Nee, Pokémon-outfit is niet te warm. Gelukkig niet, zeg. Is het te dun of niet? Nou, het is gewoon een zwart t-shirt met reddingsvest. Dus, oké.
En het is al warm. Nou ben ik blij dat ik nou niet in de zon zit, want als ik op mijn eigen kamer was, dan was het echt pittig heet. Nou, ik zit nog lekker in de woonkamer met de deur wagenwijd open, dus ik heb nergens last van. Ja, ik dus ook. Maar ja, niet in de woonkamer, maar... Lekker een waaier aan. Ja, nee, dan komt hij hier in de microfoon, dat schiet natuurlijk niet op. Oh, maar trouwens, ook er komen wat volgens mij had ik het er al over, maar er komen kwaliteitsvideo's die beter worden voor evenementen. Dat wil ik toch nog een keertje melden. Dus ik heb een microfoon waardoor dat mensen waar ik dus tegen praat tijdens evenementen, dat die makkelijker te horen zijn. Plus ik ben beter te horen. Plus, ja, het zal zeker een betere kwaliteit zijn. Oh, gewoon letterlijk een microfoon? Ja. Oh, nice. Oh, heb je mijn... Beveiligingsheadset, ook perfect. Porygon 2, die maakte mijn surf useless. Oeh. Hier, hebben we al een waterpunt. Ja, de water op zon. Ja. Serieus? Ja, dat was een ability. Hij kopieerde jouw ability. OBJECTION! Precies. Dus dan moet je wel... Wat heb je nodig, hè? Wij gaan wel quick attacken. Waarom niet sandstacken? Oh nee, wacht, ik heb geen Erik. Ja, misschien dat hij nog komt, maar ik denk dat hij met zijn virtual reality bezig is. Ik geef hem geen ongelijk. Oké, dit gaat mij veel te lang duren, ik heb hier geen zin in. Smikkeltje, dit is waarschijnlijk de alle basis van zwaardvechten, want dat is natuurlijk altijd niet zo leuk. Ik heb het zelf nooit gevolgd, maar ik ben er zeer geïnteresseerd in. Ja. Zwaardvechten, vrouw, grootzwaarden, of kreetsoort. Nou, Leroy die is nou heel erg geïnteresseerd in ocarina's. Ja, nou in één keer... Nee, dat is heel een tijdje, alleen hij wist dus nooit waar dat hij hem vandaan kon halen. Het lijkt mij wel heel leuk om een link te zijn, gewoon echt met je zwaard gewoon goed kunnen vechten. Nou, ik moet wel zeggen, op het moment dat je op een ocarina kan spelen, ja, dat is wel leuk hoor. Ik heb het zelf nooit geprobeerd. Ik ook niet. Lijkt me leuk eigenlijk. Ja. Ja, om te proberen denk ik eentje aanschaffen, ja, misschien ooit. Fairy Tail. De ability van Porygon, Porygon 2, is dat hij de ability van zijn tegenstander kopieert. Dus daarom kan die ook water of zo. Oeh, Kingdra. Een van de ergste dragon types ooit. Ja. Oh, en het kan Bubblebeam. Arme Firepower! Ah! Ik ben nou maar echt blij dat het geen Nuzlocke is. Oh, trouwens, Steven is gewoon weer binnen hier met Bubblebeam. Vaporeon is de Bubble Jet Pokémon, hè? Het stomme is, Vaporeon leert nooit Bubble of Bubblebeam. Nee, klopt. Weer zoiets. Waarom doen ze dat nou? Maar dat is toch hetzelfde tot Growlithe geen Growl kan leren? Ja, ja. Of Garchomp, dat is Crunch of Bite. Een Crunch wil maar geen Bite. Ja, Bite, met het woord Bite in de naam, kan geen Bite leren. Speel eventjes Zelda, oké, ik zal even de Ocarina erbij pakken. Het is nog vroeg, het is weekend. Yay, ik heb ook een Kingdra in Pokémon Omega. Hij heet Willem. Ook niet dat waarom. Is echt een beste nikke ooit, jong. Ja, Willem. Mijn volgende poging ga ik Frank noemen. Frank. Stoutland. Stoutland. Als ik ooit een Harry Yama zou krijgen, zou het sowieso Harry worden. Ja. Maar wie is Harry? Precies. Oké, nou, speciaal eventjes voor de chat, jongens. Speciaal voor jullie. Daar mag voor geklapt worden hoor. Dank u. Ik weet niet of het goed te horen was via de microfoon, maar ik hoop het wel. Jawel. Komt heel goed. Tuurlijk, nou kom jij met je Venno is nat. Ik zat trouwens laatst nog de first look video van vorig jaar terug te kijken van jou. Dat jij die Ocarina battle had tegen Erik. Oh, dat ja. En
edit het muziekje in de aflevering. Waarom? Ik speelde het echt, dat hoef ik niet te editen. Latios. Ik weet niet of we Latias al hebben gehad, maar anders Legendary, I don't care. Nou, je krijgt veel applaus van je chat. Yay! Dat is wel handig als we nou Lugia komen, dan kan ik Lugia's song hierop spelen. Zeke, je hebt zojuist de 8e badge verdiend toen je de Kingdra verzoekt. De sterkste Pokémon van de 8e gymleader. Kon de randomizer dan. Maar je mag de 8e badge gewoon pakken, vind ik niet. Helemaal mee eens. Ik heb ze hier liggen. Komt goed. Ik ga even naar een Pokémon Center. Flareon moet geheeld worden. En ik denk dat ik het daarbij moet laten voor deze eerste aflevering. Want we hebben heel veel faal gehad. Ik weet niet precies hoe lang deze aflevering is. Dus misschien is hij een beetje korter dan een uur. Misschien is hij langer. Ik weet het niet. We gaan gewoon Flareon naar Nou, dan moet je zeggen van, er is een of andere random dude op het internet die speelt op een onderzeeër fluit. Die heb ik gezien, ja. Dat is familietaal. Legendary count 26 of... Nee, serieus. Kijk, wij zijn al inderdaad nou de generatie van jonge volwassenen die tussen de 20 en de 30 jaar zitten. Maar de generatie die dus tussen de 30 plus zitten, dus vanaf 30 tot 50, 60, 70, noem maar op, die spreekt de taal van, wij snappen het niet. Oftewel, ja, waarom vinden jullie het leuk om iemand anders een spel te zien spelen? Waarom vinden jullie het leuk... En dan gaan ze zelf voetbal kijken, weet je wel, zoiets. Ja, precies, hetzelfde. Dus, ja, wil je het uitleggen aan je ouders? Ja, ik ben naar een random dude aan het kijken die Pokémon aan het spelen is van de televisieserie. En die speelde op een ocarina, dat is een onderzeeënfluit. Een fluit die ziet eruit als een onderzeeër. En die maakt geluid. En dat was knap. En dat vond ik zo mooi, toen moest ik klappen. Maar goed, ik ga eventjes... Oh, ik zie buggies. Black screen! Oké, dus we hebben eventjes een storing. Even game best. Nou, perfect om de aflevering te eindigen. Ja, precies. Dus ik moet hem wel eventjes resetten. Ik knip wel eventjes, geef me een seconde. Dus sorry voor die storing. Maar daar wil ik het dus bij gaan laten voor deze aflevering. Dus voor YouTube, we gaan dus nog een andere aflevering maken hoe dat het verder gaat lopen met projecten. Ik probeer het zoveel mogelijk te uploaden, dan zijn jullie daarvoor op de hoogte. Nou, ik sluit nog heel eventjes af met de Pokervloed. Nou kan ik het toch. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Mochten jullie nou een keertje bij livestream aanwezig zijn, in de beschrijving staat de link naar Twitch. Kun je naar Twitch doen, druk op de volle button en dan kun je automatisch een notificatie krijgen wanneer dat ik live ga. Hartstikke leuk om te weten. Ik doe even de Pokervloed. Bye. Doei. Zo, die klonk fout. Ja. Sorry. Ik doe het tenminste, dat wel toch. Maar het was hem wel. Ik zou die na kunnen doen.